En Miu heb ik bij me. Oké, dan ga ik even laten zien hoe dat werkt. Wat je eigenlijk doet, je zet Miu op je slot in je inventory. Ja, dan zegt hij insert Miu. Dat doe je. Je ziet hier een staartje uitkomen. Dit is echt, ziet er echt zo heel lullig uit. Hallo kijkers van Gods Games. Hier ben ik weer met een nieuwe video. En zoals jullie zien zijn we op de Pixelmon server. Ja, gisteren hebben we natuurlijk Miu gevangen. We hebben echt extreem lang op Miu staan te wachten. En uiteindelijk spawnde deze vent. Ja, we gaan natuurlijk een naam erop zetten. Want ja, dat doen we natuurlijk bij elke Pokémon. We hebben ook nog wat andere Pokémon gevangen. Even kijken, in mijn box hebben we... we hebben Miu gevangen. We hebben Skeptile gevangen. Chatot hebben we gevangen. En Tangela hebben we gevangen. En Epom ook nog. Jeetje. Oké, we hebben dus vier Pokémon of vijf Pokémon's gevangen. En die gaan we natuurlijk weer even op naam zetten. Ik zet even al mijn goede Pokémon's in de goede box. En dan gaan we eventjes de Pokémon aflevering erbij halen. Want er zijn echt weer ontzettend veel mensen die hebben gereageerd. En dan bedoel ik ook echt ontzettend veel. Want ik heb alleen op deze video heb ik nu 183 reacties. Like, holy shit. Maar wat we deze aflevering dus sowieso moeten gaan doen is minen. Want we hebben ja, alle ingrediënten voor een kloningmachine nodig. En dat zijn er best een heleboel. Want je moet twee fossil machines maken. Je hebt obsidian nodig, weet ik voor allemaal. Oké, ik heb in ieder geval alle reacties opengeklept. En dan gaan we eerst eens even kijken voor Epom. We hebben 12 resultaten, we gaan eens even kijken. We gaan voor Sam Aldus. Mag ik op Epom? Want Epom is mijn favoriete Pokémon. Mijn naam is Sam Aldus. Nou, weet je, op de Epom gaan we dus dat neerzetten. Even kijken, Sam A. Hoppakee. De Epom is van jou. Dan gaan we door voor de Tangela. Eens even kijken, hoeveel mensen hebben er op de Tangela gereageerd? 7 mensen, oké. Mag ik op de Tangela naam Laszlo? Even kijken, Laszlo. Zo, alsjeblieft. De Tangela is van jou. Dan hebben we nog de Chatot, kleine gekke random junglevogeltje. Die gaat op Robin C. Even kijken, Robin C, want hij zegt, zou ik op de Chatot mogen met de naam Robin, oh, Robin VC? Oké. Het is mijn favoriete Pokémon. Nou, dat zeggen mensen bij elke Pokémon tegenwoordig. En Chatot, hoe kan dat echt je favoriete Pokémon zijn? Het is helemaal niet zo'n hele goede Pokémon of zo. Maar goed, de Skeptile gaat op Just Riad, oftewel Riad S. Die gaan we even aanpassen. Hij zegt, mag ik op de Skeptile? Hij is altijd al mijn lievelingspokémon geweest. Dat zeg ik. Iedereen zegt dat het zijn lievelingspokémon is. Snap ik ook wel. Want ja, je wil graag op de Pokémon, maar ja, er zijn zoveel goede Pokémon. Waarom zou dan zo'n kleine Pokémon jouw lievelingspokémon zijn? Maar nou voor de Miu. We hebben 128 reacties op de Miu. Iedereen wil op de Miu. Dus wat ik ga doen, ik ga gewoon eventjes kijken. Ik zeg nummer 50 van 128, die gaat u krijgen. We gaan even helemaal terug. En nummer 50 is... ja, ik ben er. Dylan, mag ik alsjeblieft op de Miu, want Mewtwo is mijn favoriete Pokémon. Nou, Miu, oké. Ik zit echt al zo lang te wachten tot je een Miu hebt gevangen en dit is mijn laatste kans. Denk dat het echt tof zou vinden als ik op de Miu mag. Groetjes Kai S. PS, je fits zijn awesome. Oké, nou, Kai S. Hoppakee, je staat op de Miu. Dan hebben we alle Pokémon's weer gedaan. Die gaan we weer eventjes allemaal terugplaatsen. Want we willen natuurlijk wel ons goede team hebben. Maar ik neem wel de Miu mee. Maar nou zitten we weer met een probleem. Wat gaan we switchen? Nou nee, laat Miu nog maar even hier staan. Miu ga ik gebruiken voor Mewtwo. En Mewtwo gaat wel echt daadwerkelijk in het team. Ja, zo is het op zich wel even fijn. Nou moet ik alleen alle spullen gaan verzamelen voor een kloningmachine. En ja, dat ga ik toch wel eventjes offscreen doen. Want dat duurt echt gigantisch lang. Ik ben bij jullie terug als ik alle spullen heb. Hier zo heb ik Emerald Ore, Redstone Ore, Gold Ore. Ja, allemaal ores in ieder geval. Ik had al wat Glass Paints gemaakt en alles. Want die heb ik ook nodig om te gebruiken straks. Nou ga ik lekker op de makkelijke manier naar huis. Hoppakee. Dan gaan we naar mijn huis toe. En dan gaan we daar alles fixen. Nou hoop ik alleen dat ik eventjes een Fortune Pickaxe kan maken. Want ik heb
Waarschijnlijk heb ik genoeg diamond. Ja, shit, ik heb ook alleen maar diamond ores. Ja, misschien heb ik wel wat iron in mijn chesten thuis. Ik durf het niet te zeggen. Ik heb sowieso alles nog in mijn huis zitten van wat ik toen heb gebruikt. En nou, daar kunnen we dan wel eventjes pikken. Want, ja, dat kan gewoon wel. Even zien. Hier staan nog blokjes. Ja, iron heb ik hier wel. Jat ik heel even wat iron. Heb ik hier ook nog wat hout? Oh, ik had hier ook nog... ik had hier allemaal nog supplies voor dat ding. Maar, ja, het is natuurlijk niet eerlijk om dat te gebruiken als ik, ja... Als ik met een solo ding bezig ben. Dit heb ik allemaal op de multiplayer gedaan. Even zien. Nou moet ik alleen even een pickaxe gaan maken. Heb ik nog ergens hout? Weet je wat? Ja, hier. Sticks. Oké. Dan moet ik even... Oh, ik had ook nog iron in mijn inventory. Oh ja, ik had die 32 iron natuurlijk van de vorige keer. Even kijken. Hopelijk kunnen we of normaal of fortune erop doen. Ik heb geen flauw idee. Er moet ergens hier nog wel een enchantment table staan. Ik weet alleen niet waar die precies is. Volgens mij hier ergens. Hier staan de chesten. Ja, hier is de enchantment room. Oké. Ik heb zat levels. Oh shit, zit hier nog lappers in? Oh nee, tuurlijk niet. Mensen hebben alle lappers eruit gejat. En ik heb ook alleen maar weer lappers oors bij me. Wat, of niet? Ik heb helemaal geen lappers bij me. Oh, nou ja. Nee, dit zijn sapphires. Dit zijn wool blocks. Oh, hebben ze echt alle lappers opgemaakt en ook weer niet iets teruggeplaatst. Jeetje, Mina zegt. Nou, dan moet ik even kijken of ik in die kist nou nog lappers had zitten. Want anders moet ik eerst ook weer lappers gaan halen. Daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in, want ik ben net al een hele lange tijd bezig geweest met minen. Even zien, zat hier nog lappers in? Ja, oké, ik heb hier zat lappers. Mooi. Blokjes terugplaatsen en eventjes terug naar dat ding. Maar het vervelende is dat ik nu een ja, Silk Touch pickaxe heb gebruikt, of heb moeten gebruiken de hele tijd. Want ja, daar heb ik natuurlijk helemaal niks aan als het gaat om, ik moet de ores direct omsmelten en zo. Ja, oké, ze zijn weer aan het trollen geweest. En nou, dit is nog niet afgebouwd, dus je ziet, het gaat wel lekker te surfen. We hebben al best wel veel gebouwd hier rondom. Ik heb mensen op een gegeven moment ook maar gezegd van, ga maar lekker in je eigen stijl bouwen. Even zien. Wat krijg ik hiervan? Efficiency 4, Fortune 3. Heerlijk. Dat is precies wat ik zocht. Nou kunnen we alles even gaan omhakken en dan moeten we uiteindelijk gaan bezig gaan. Alleen één probleempje heb ik. Ik heb geen blok of diamonds en je hebt 3 blocks of diamonds nodig. Dat is wel risky. Ja, dan zal ik denk ik toch straks weer terug moeten. Ik heb wel wat diamonds, maar ik denk niet dat ik hier genoeg uitkrijg voor 3 blocks. Oké, even plaatsen. En hoeveel krijg ik? Ik krijg wel genoeg voor 1 blok. Ja, dan moeten we straks toch meer diamonds gaan halen, want we hebben 3 blokken nodig. Want ja, 3 blokken, dat is de hoogste kans. En voor Mewtwo natuurlijk. Even kijken, gold even hakken. Hier krijg je niks extra's van. Oh ja, wacht, deze, dit heeft helemaal geen zin natuurlijk. Jeetje, wat een Minecraft noob ben ik. Ik ga even naar boven toe, daar staat mijn apparaat. Of mijn furnaces. Hier zit nog wat kool in. Even kijken, daar doen we iron in. Hier zit nog wat kool in. Daar verspreiden we even de bauxiet. Even kijken over een aantal ovens. Want dat moet toch het snelste gebeuren. Hoppakee, daar nog eentje in. En hier nog eentje in. Dan kunnen we ondertussen even de redstone alvast hier neer gaan pleuren. En kapot hakken. Hop. Dan krijgen we lekker veel redstone van met deze fortune pickaxe. 33. En nog een keertje. Hop. En dan hebben we 58. Oké. Nou kan ik denk ik wel alvast de fossil machine gaan maken. Ik denk dat ik daar wel genoeg supplies voor heb. Nou, oh nee, wacht, aluminium. Aluminium is nog steeds een probleem. Die worden nu rustig gewoon gesmolten. Hier zitten er alweer 3 in, hier zitten er alweer 3 in. We hebben er totaal voor de hele cloning machine 28 nodig. En die moeten we natuurlijk ook allemaal gaan omslaan. Dus dat gaan we ook ondertussen even doen. Hoppakee. Dit duurt al zo lang. Ik dacht dat het zin had om efficiëntie bijvoorbeeld erop te zetten of iets in die richting. Maar dat, ja, dat heeft helemaal niet zo heel veel verschil volgens mij. Er staat nu efficiëntie 4 op en breaking 3. Wat wel fijn is dat hij dan minder snel breekt als ik dit doe. Maar of het echt sneller gaat, ik durf het niet te zeggen. In ieder geval, 28 van deze stukjes hebben we nodig. We moeten 2 fossil machines maken. Want je hebt... voor elke kant van de cloning machine heb je 1 fossil machine nodig die je als het ware om moet bouwen. En dan hebben we nog wat extra dingetjes nodig, obsidian en zo. Even kijken, zo, die is ook klaar, die is klaar en die is klaar. Nou, dan hebben we in ieder geval zo meteen genoeg aluminium.
Dan moeten we de rest nog gaan maken. We moeten ook emmertjes met water halen. En dan met glass paints omzetten naar een deel van de fossil machine. Als ik eenmaal de fossil machine heb, dan is het makkelijk als ik er twee heb. Want het probleem is zeg maar puur het bouwen van die fossil machines, dat duurt het langste. Voor die andere dingen heb je niet zo heel gek veel nodig. En niet, kijk, dan heb je alles al in je inventory los. Met die fossil machine heb je 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7 verschillende ingrediënten nodig. En dat, ja, dat vult je inventory een beetje heel erg op. Even kijken, die. We hebben er al 15, 28 hebben we er nodig. Dus we zijn lekker op weg. Hoppakee, deze nog. En dan moeten we straks toch echt diamonds gaan zoeken. Dat is wel een groot probleem. Want we hebben totaal 27 diamonds nodig. Ja, dat is pittig veel. Want we hebben er nu nog maar 9. Nou ja, dat komt op zich wel goed. Misschien komen we snel diamonds tegen. Ik ga straks wel weer even terug op de mine. Het zal toch moeten. Want het is namelijk zo. Doe je met 3 keer diamonds, dan heb je de hoogste kans dat jij een Mewtwo krijgt. Doe je met 3 keer iron, dan zul je de hoogste kans krijgen dat je een Ditto krijgt. Want ja, de blokwaarde is zeg maar van 1. Of iron is 1. Gold is 3. En diamond is 5 volgens mij. Zo zat het met die blokwaarde. Ik weet het niet precies zeker. Maar ja, dat moeten we dus even gaan fixen. Even kijken, nog eentje. Dan zijn we klaar met de aluminium plat slaan. Zo. Dan kunnen we onderdelen gaan maken. Hup, deze even stacken. Dit kan wel even uit mijn inventan. Crafting table. Die staat achter mij hier. Dan moeten we eerst 2 van deze onderdelen maken. Even zien. Zo. Die zijn al gemaakt. Er gaat al gelijk een heleboel aluminium. Dan moeten we er nog 2 van deze maken. Daar komt een redstone tussen. Zo, dat zijn alvast 2 onderdelen. Dan moet ik emmertjes met water zo meteen gaan halen. En even kijken, eentje kunnen we er alvast wel weer maken. Tik, 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 tik. En dan 2 keer obsidian in het midden. Zo. En dan moeten we, ja, alleen de emmers met water nog. Mijn inventory zit nu een beetje helemaal vol. Even kijken, hier heb ik ook nog 5 diamonds. Ja, weet je, ik pak ze gewoon. Kan mij het schelen. Het zit toch al in mijn huis. Deze stop ik even weg. Buckets hebben we nodig. We kunnen best nog eventjes een paar buckets bijmaken. Even zien. Zo, 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 zo. Anders moet ik 2 keer water gaan halen. 6 buckets. Die verspreiden zich over je inf. Dus ik moet even overal alles wat instoppen. Hier even weg. De pokeballen heb ik niet nodig. In principe, shitzooi. Waarom heb ik zo weinig opslagruimte in mijn huis? Ik word daar zo moe van, hè. Zo. Die kunnen eruit. Nou, die hebben we nog nodig. Even kijken. PC. Die iron kan even stacken. Zo. Zo hebben we aardig wat ruimte in onze inventory. Die diamond ore die gooien we gelijk even hierin. Dan kan die omsmelten. En dan gaan we even snel emmertjes water halen. Het zit toch voor mijn huis. Zit water. Dus dat is. Zover lopen hoef ik niet. Maar. Hoppakee. Even snel hierheen rennen. Allemaal skitties hier. Hop. En we gaan even gewoon bij Wouters huis een beetje water pakken. Hoppakee. Zo, hebben we 6 emmers? We hebben 6 emmers. Snel terug naar ons huis, want dan kunnen we verder met de cloning machine. Het is wel freaking awesome dat ik nu straks de cloning machine heb. En hopelijk krijgen we dan ook Mewtwo. Want elke Mew die je vangt, heeft 3 kansen om Mewtwo te worden. Of nou ja, niet te veranderen in Mewtwo, maar als het ware. Wat is fucking ongedierte in mijn huis? Rot op! Vieze spinnenrex. Maar elke Mew heeft dus 3 kansen. Als jij 3 keer een Ditto krijgt, dan heb je geen Mewtwo gekregen. Moet je dus weer een nieuwe Mew gaan vangen. Zo zit het dus in elkaar. Even kijken. De crafting table. Dan was het glass panes. Volgens mij zo 2 keer, 2 keer, 2 keer, 2 keer. Dan kan ik de emmers natuurlijk niet stacken. Maar die gaan er even 1, oh, 2, 3. Hoppakee. En 1, 2, 3, oké, 2 keer fossil machine, die hebben we. Laten we eens even kijken, dan stoppen we die daar, die daarboven. Deze hier aan de zijkant en die onderaan. Oké, 2 fossil machines hebben we. Dan gaan we door met de cloning machine, kijken wat we precies moeten doen. We hebben er eentje nodig, dat is die. En, oh shit, de emeralds moeten we nog omhakken. Hop, emeralds even plaatsen, zo. En 2, 3 emeralds. Oké, we hadden er 2 nodig, dus dat is prima. Dus fossil machine in het midden. Dan emerald daar, emerald daar. 3
aluminium erboven en 3 van die eronder. Kijk, de green tank, dat is de eerste onderdeel. Nou hebben we nog een onderdeel, die is heel makkelijk. Het is gewoon zo. En dan redstone ertussen. Dan krijg je de cloner cord. En dan hebben we er nog één nodig, daar hebben we het goud voor nodig. Is het goud al klaar? Even kijken, welke had ik het ook weer gestopt? Ja, het goud is ook klaar. En die werkt eigenlijk hetzelfde als die vorige cloning, of als die green tank. Alleen dit wordt de orange tank, volgens mij. Of de yellow tank. En dan de fossenmachine in het midden, de orange tank. Dan doe je die zo en die zo. De cloning machine. There we go. Goed. We hebben dit al eens eerder gedaan, want op mijn server account wat ik toen had, heb ik of course een Mewtwo. Ik heb al die dingen wel opgeslagen, maar ik wou daar niet verder mee spelen. We plaatsen hem weer lekker hier neer. Hoppakee, de cloning machine. Nou moeten we zorgen dat we genoeg diamonds hebben. Dus ik ga eventjes naar een grot toe. Ik ga even wat diamonds zoeken, want we hebben 3 diamond blocks nodig. Ik ben bij jullie terug als ik genoeg diamonds heb. Goed mensen, we zijn weer terug van mine. Ik heb gewoon even slash kill gedaan, want dan is het makkelijk. Dan staan we dicht bij ons huis. Zoals je hier kunt zien, ik heb 31 diamonds. Het is me gelukt. Mijn fortune pickaxe is wel bijna naar de kloten, want die heb ik alleen gebruikt om de diamonds te zoeken. In ieder geval, we hebben dus nu de diamond blokken. Nou kunnen we gelijk proberen om Mewtwo te krijgen. Hebben we genoeg pokeballs daarvoor? We hebben daar wel genoeg pokeballs voor. Eens even kijken, heb ik hier nog ergens opslag? Ja, ik heb die chesten daarboven. Wat zit hierin? Nou, helemaal niks. Oké. Drukken we hier even alle dingen in die we niet nodig hebben bij de fight tegen Mewtwo. Even zien, zo. Deze, nou, levelbal, dat is misschien wel handig. Hij is best hoog level, dus zo. Ja, dan moeten we even kijken. Dan moeten we de Mew zo hebben en we moeten diamond blokjes hebben. Zo. 3 diamond blokjes. Oké. Dan gaan we Mew even pakken. En ja, dan hoop ik toch echt dat we niet genakt worden met onze machine. Want anders zijn we... Ja. Wat we eigenlijk beter eerst kunnen doen is eventjes 3 iron blocks. Zodat de kans op Mewtwo klein is en dat we wel alvast een Ditto hebben. Want een Ditto moeten we toch ook echt hebben. Dus weet je, dat gaan we eerst doen. Even kijken, 3 iron blocks. En Mew heb ik bij me. Oké, dan ga ik even laten zien hoe dat werkt. Wat je eigenlijk doet, je zet Mew op je slot in je inventory. Ja, dan zegt hij insert Mew. Dat doe je. Je ziet hier een staartje uitkomen. Dit is echt, ziet er echt zo heel lullig uit. Je ziet hier de Mew niet. Dat vind ik apart, maar hij zit dus blijkbaar hieronder. Het is een beetje geglitcht. Dan zegt hij scanning. Dan staat hier insert catalyst. Dus oftewel 3 iron blocks, 3 diamond of 3 gold. Wij doen... Oh, dat gaat niet helemaal goed. Zo. Wij doen... Huh? Oh, wacht, ik moet niet bukken natuurlijk. Wij doen 3 iron. Hoppakee. En nou gaat hij processen. Dus nu kan er een Mewtwo komen of een Ditto. Ik denk dat hier een Ditto uitkomt, want het is de kleine kans. Als het een Mewtwo is, zijn we fucked, want dan krijgen we geen Ditto meer. Dan is de machine gesloopt. Want Mewtwo die sloopt de machine en dan is die niet meer bruikbaar. Oké, ja, we hebben een Ditto. Dat is goed, daar ben ik blij mee. Anders had ik echt een probleem gehad. Even kijken, hij wordt groter. Dan kunnen we ook binnenkort gaan beginnen aan de breeding machine. Laten we even met Ditto in gevecht gaan en even kijken of we hem low kunnen maken en vervolgens kunnen vangen. Ik wil niet te veel damage op hem doen, dus ik pak gewoon eventjes deze erbij. Hopelijk sloopt hij die niet. Als het goed is kan hij transformen en gaat hij dat als eerste doen. Ja. Dan is het... even kijken. False swipe. Ja, dat gaat aardig goed. Hij doet ook false swipe op mij. Dat is mooi. Blijf maar lekker false swipe doen zoveel je wil. Oké, hij is rood. Oh, hij gebruikt Dragon Claw op mij. Oh nee, ik heb Snorlax in de box gedaan. Oh, wat een klungel ben ik toch ook. Nou ja, weet je, dan zetten we gewoon even Celebi in. En dan gaan we gewoon maar pokeballs gooien. Ja, Ditto is natuurlijk niet zo heel erg moeilijk om te vangen natuurlijk. Even kijken. Nou ja. Ditto broke free. Oké. Dan gaan we het nog een keer proberen. Nog een keer ultrabal. We hebben toch zat ultrabals. En als we nog meer nodig hebben voor Mewtwo, dan kan dat ook nog wel. Waiting. Please, ga er gewoon in. Please. Yes, you captured Ditto. Oké, Ditto hebben we. Dat is in ieder geval een voordeel. We kunnen nu gaan beginnen aan de breeding machine. Maar Mewtwo moet nog komen.
Dat gaan we lekker de volgende aflevering doen. Mensen, ik hoop dat jullie deze aflevering wel leuk vonden. Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Vergeet niet even te abonneren als je nieuw bent. En ik zou zeggen, tot de volgende aflevering. En dan gaan we Mewtwo spannen. Later.